Deze week is de Nationale Museumweek en het Marine Museum doet daar aan mee. Door een extra stukje van het museum, wat eigenlijk nooit voor bezoekers toegankelijk is, dit keer open te stellen in combinatie met een rondleiding. En waarom nu? In de Museumweek willen de Nederlandse musea eigenlijk laten zien dat we er zijn, dat we er toe doen. En daar draagt het Marine Museum aan bij. Wat is bijzonder aan de loodsen? De loodsen zijn heel bijzonder omdat het oude loodsen zijn. Ze hebben de oorlog overleefd. Hier werden vroeger sloepen gebouwd. En tegenwoordig staat er een groot deel van onze collectie opgeslagen. Onze fantastische vrijwilligers die geven de rondleidingen. Vandaag dus op woensdagmiddag, maar ook in het weekend. De zaterdag en de zondag om 1, 2 en 3 uur. En er zijn nog kaartjes beschikbaar. De Shiloh en ik ben hier omdat ik mijn gesprek werd gehouden over de marina. Wat is er nou allemaal te zien? Ja. En ga je het over de historie hebben? Ja, de geschiedenis en werken bij de marine en wat is de marine en de vloot. Nou, dan ga je nog eens een keer aan dat ding. Ga ik een loodje zakken. Ja, jij heeft de andere kant op. De pot moet elke keer de loop schoongemaakt worden. Wat doe je met zo'n ding? Ik heet Corinna. En ik heet Juna. En jullie hebben nu een rondleiding gehad? Ja, dat klopt. En wat vond je ervan? Ik vond het best wel leuk. Ik vond het ook best wel leuk. Wat was het leukste? Het kanon dat je daarop mocht zitten en hem mocht besturen. Ik vond dat ook wel het leukst. Thank you.